Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van voelen welke mensen je blokkeren. En dat klinkt heel heftig, en eigenlijk is het nog heftiger dan dat het klinkt. Want de energie die om ons heen hangt, die nodigt ons uit om niet alleen te kijken van oh, ik vind jou niet fijn, of jij past niet bij mij, of... Um, ik heb last van je mening of ik neem mijn mening eigenlijk tot me. Ik, ik, ik merk dat ik jouw goedkeuring zoek. Of je merkt dat je mensen hebt die gewoon heel lullig doen en heel lelijk tegen je doen. En dat dat je goede gevoel blokkeren. Natuurlijk is dat zo en daar worden we ook bewust van. Maar de uitnodiging gaat nog een laagje dieper. En die uitnodiging, die energieuitnodiging, die vraagt jou te kijken naar: oké, okay, waarom komt het dan bij jou binnen? En spiegelt het misschien iets in jou? Um, is een bepaalde onzekerheid, een bepaalde kwetsbaarheid in jou die juist de aandacht vraagt. Dus niet dat je iets verkeerd doet of niet dat, je, dat, je, dat jij het verkeerd ziet... of dat je het gewoon maar moet accepteren. Um, alhoewel accepteren wel heel fijn is om te doen, want accepteren is niet hetzelfde als goedkeuren... maar daar gaat het in deze energie niet om. Het gaat er meer om dat je kijkt van oké, okay, deze mensen daar voel ik me ongemakkelijk bij... daar voel ik dat ik gespannen ben, daar heb ik het gevoel bij dat ze niet bij me passen. Oké, okay, als ik even loslaat wat hun doen... Wat resoneert er in mij dat ik ervan geblokkeerd raak? Dus welke energie komt vanuit hun bij mij binnen, maar waarom komt het bij mij binnen en wat doet het dan in mij? Want iemand kan nog zo lullig tegen jou doen, en iemand kan nog zo lelijk tegen jou doen, of iemand kan nog proberen je dwars te zitten. En dat is niet leuk, en natuurlijk doet dat zeer, en natuurlijk doet dat iets. Maar dat iets zeer doet of dat iets vervelend is. Hoeft je niet te blokkeren. Hoeft niet je, je gevoel, goede gevoel te kosten. Dus waarom gaat het verder dan alleen een minder fijn gevoel veroorzaken? Waarom gaat het verder dan verdriet veroorzaken, of frustratie of gekwetstheid veroorzaken? Waarom gaat het verder dan dat? En misschien sta je wel op het niveau dat je zelfs niet meer gekwetst wilt worden, erdoor, maar vanuit liefde wilt kunnen blijven staan. Dat hoeft niet en dat wordt ook niet van je verwacht dat je dat doet. Maar voor sommigen is dat een hele fijne manier van zijn. Dus ook dan juist in liefde te kunnen blijven, waardoor er niet eens kwetsing plaatsvindt of verdriet plaatsvindt. Of uh, je verdrietig wordt. En als je daar staat en daar naartoe aan te ontwikkelen bent en dat wilt, dan kan dit een hele mooie uitnodiging zijn om te kijken van oké, okay, wat maakt dat ik uit mijn liefdevol zijn getrokken word en dat het daardoor überhaupt raakt. En nogmaals, het is niet mijn mening dat je zo moet zijn. Dat is puur van oké. Okay, hoe wil ik in het leven staan? Hoe wil ik ermee omgaan? En wat er bij jou past, dat is natuurlijk gewoon goed. Maar deze energie die vraagt dus aan ons om bewust te worden van welke mensen ons blokkeren in ons leven. Maar ook waarom het verder gaat dan dat we denken van oké, okay, dit vind ik niet fijn, dit doet zeer waarom het dan daadwerkelijk overgaat tot een blokkade. Wat in ons er aandacht vraagt, een onzekerheid die liefde vraagt... een twijfel die om onze eigen bevestiging en goedkeuring gaat... misschien een stukje eigen waarde waardoor de energetische grenzen ontstaan. Wat zit er bij jou? Dus het is best wel een zelfreflectieweek. En wat ik hier wel belangrijk vind om bij te benoemen... is dat het dus zo kan zijn dat er ook mensen in je omhoog komen... weer door je heen gaan in gedachten. Misschien zelfs weer op je pad komen... Waar je al jaren geen contact meer mee hebt gehad. Dus die je niet meer in het nu blokkeren. maar die je in het verleden geblokkeerd hebben. Dat kan ook weer omhoog komen, omdat daar natuurlijk dezelfde analyse op toegepast kan worden. van oké, okay, waarom blokkeerden zij mij toen? Dus niet waarom deden zij wat ze deden. nee, waarom ging het met mij verder dan alleen emotie? Waarom voelde ik me echt geremd en ging ik uit mijn flow? Waarom sloeg ik toen dicht of ging ik toen vaststaan? De steen die, die je het beste bij kan helpen is de rozenkwarts, want de rozenkwarts is natuurlijk de steen van de liefde voor jezelf, maar ook de steen die helpt in de universele liefde te blijven en daardoor ons helpt in deze energie en in deze situatie dingen te analyseren en te observeren zonder dat er te veel emoties bij komen kijken. Heb je behoefte aan een sterkere steen omdat er te veel bij jou gebeurd is onder het thema? Dat er misschien een stukje trauma zit of heel veel onverwerkte emoties zitten. Omdat er gewoon heel veel mensen om je heen gehad die jou gekwetst hebben, heel pijn gedaan hebben. En dat ligt niet aan jou, dat bedoel ik niet met deze weekdiening. Maar als je nou daar nog mee worstelt en dat nog aan het verwerken bent, dan kan je beter van een rodo-niet gaan. Want een rodo-niet is ook een steen van de liefde en van de zelfliefde. Maar gaat een laagje dieper in het hele van de emoties. Um, de geur die je bij past is natuurlijk roze geur. Ook weer omdat dat de geur van de liefde is, maar ook omdat dat een heel geruststellend component heeft spiritueel gezien. En ons helpt ons veilig te voelen spiritueel gezien. Dus nogmaals, ik zeg niet dat er iets mis is met jou als mensen jou blokkeren. Ik zeg niet dat jij iets fout doet als de mening van anderen bij jou binnenkomt. Ik zeg alleen maar dat de energie jou uitnodigt om te kijken: van oké, okay, waar zitten misschien nog pijnpunten in mij? Die mijn liefde vragen, zodat het minder hoeft plaats te vinden. Dus ik hoop dat ik dat goed over weet te brengen in deze weekreading. En dat gezegd hebbende, ga ik je een hele fijne dag, tijd en week toewensen.